Oké. Hi, goedemiddag. We hebben net uw optreden gezien. Het was hartstikke leuk. Wat is uw naam? Mijn naam is Michael de Miranda. Ja, en hoe heet jullie band? Onze band is Samba Lanzu. Dus een beetje Braziliaans, allerlei verschillende stijlen uit Brazilië, samba, maar ook van het Noordoosten, Bahia, samba reggae's en zo, dat soort. Maar gemengd altijd met Afrikaanse dingen, Cubaanse invloeden, van alles gooien we erdoor. En alles nog wat, ja. Ja, maar wel, de basis is Braziliaans eigenlijk. De basis is Braziliaans. Waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Oh, gewoon Rotterdam. Ja, en een paar mensen uit Delft. Ja, nee, maar alles hier in de regio. De grootste mensen, de meeste komen uit Rotterdam. Ja, in Rotterdam. Ja. Hoe is dit ontstaan? Ja. Hoe zijn jullie begonnen? Ja, we zijn... Ja. Met niks, maar... Nee, we bestaan al eigenlijk een jaar of 14, 15. En we hebben hier wel eerder op het Doenja gespeeld. Maar dat is ook, ik denk al wel 7, 8 jaar geleden. Maar nu zijn we steeds groter geworden, steeds groter gegroeid. En, Er zijn er steeds meer mensen bijgekomen die... je moet gevoel voor ritme hebben, dat sowieso. Want anders dan kom je niet ver, denk ik. Nee, maar de meeste mensen hebben wel gevoel voor ritme. Iedereen heeft een hart, dat slaat al lekker ritmisch. Dus de meeste mensen kunnen het wel. En ja, je moet even wel er een beetje in verdiepen, wat techniekjes leren. Maar dan kan je heel snel, het is heel makkelijk instapbaar. En, dus je kan heel snel meedoen. Ja, dus je hoeft er niet een speciale opleiding voor te volgen of iets? Nee. Of van training, of qua ritmiek en het trommelen zelf? Ik leer iedereen alles gewoon aan. Ik zie ook wel wat voor niveau iedereen heeft. Ik geef ook wel aan wie op welk instrument het beste uit zou komen. En, Welk instrument het beste bij een persoon past. Dat is ook heel belangrijk. Ja, hè? Ja, sommigen hebben echt zo'n aards gevoel. Die willen gewoon hup, boom, die soerders, die grote trommels. Boom. Ja, en andere mensen zijn lekker met het stokken. En, is allemaal... Dat gaat weer iets ritmischer, hè? Ja, dat is wel ietsje moeilijker, maar dat geeft wel een enorme swing aan. Zeker. Ja, dat is waar. Iedereen heeft zijn voorkeur zo. Dus dat, Ja, is het goed. Ja. Maar, gaan jullie nog een keer optreden of blijft het hierbij? We hebben net al bij het Global Village gespeeld. En dit was het laatste. En, dat was het laatste. Ja, dus we zijn klaar. Oh, dan ga je blijf je nog even of ga je gelijk weg? Ik ga natuurlijk rondkijken. Er is genoeg wat ik ook wil zien. Ja, daarom. Ik heb nog een laatste vraagje. Hebben jullie een website? Ja, dat is sambalanzo.nl. Dus of als je sambaband.nl doet, dan kom je ook bij ons site. Sambaband.nl kan ook. Ja, Sambalanzo is een beetje moeilijk vaak voor mensen. Hoe schrijf je dat? Ja. En dan, maar Sambalanzo met een CO aan het einde. .nl, dan kom je bij ons, maar sambaband.nl ook. Dan, dat is goed, ja. Dan kan je ons vinden. Oké, nou hartstikke bedankt. Veel plezier nog vandaag en veilig naar huis, hè? Ja, jullie ook veel plezier en geniet ervan. Dankjewel. Oké. Ja, doen we. Bedankt. Doeg. Oh, kaartje. Huh? Kaartje. Ja, wat... En wacht. Voor wat is dit? Start in. Deze, okay. Ja. Oké, leuk. Moet je gewoon de naam van de activiteit intikken. Okay. Dus Doenja's Festival 2008. Ja. Dat aan elkaar. En dan YouTube opzoeken. Ja. Als je nou niet uitkomt, dan kan u dit nummer altijd bellen. En kunnen we je verder helpen. Ja. Maar wat wil je aan In de wandeling moet het wel lukken. Want... Jij hebt ook een site. Oh, dat is... Ja, kijk maar. Oké, dat is een e-mailadres. Ja. Weer op YouTube. Ja, er zijn ook foto's gemaakt. Ja. En dan van 2008 en de datum erbij. Oké, doe ik. Ja, er zijn ook foto's gemaakt. Dus dan kan je het niet echt heel doormelden. Ja, van alles op. Leuk. Ja, van je denk dat het zo lekker weer. Ja. Dat is stond die bovenaf stond uit de film. Ja, dat is wel jammer, hè? We waren net een mooie partij binnen. Ja, dat was wel leuk gemaakt. Ja, mooi. Grote band. Ja. Zoveel zijn jullie wel niet? Nou, nu waren we bijna met 40 mensen. Ja. 40 mensen. Vorige week waren we met iets van 15 of zo. Ja, 15.
voorbij. Dat gaat dan helemaal in de rood. Maar ja, het helemaal in de rood. Dit, nu hebben we echt iedereen. Afijn, komen ze volgend jaar binnen, hebben ze de 50. Ja, het wordt steeds groter, steeds groter. Ja, gaat het ook op Braziliaans lijken, want dat zijn echt grote groepen. Ja, dat, ja. Nee, oké, okay, leuk. Dat is waar. Nou, okay. Nou, uitkomt, bel ons ja, even. Of ik een mail niet, dan, ja. Of een mailadres, dus een ja. Mailtje of zo. En dan kunnen we je helpen. Oké. Okay. Heb je ook een kaartje, of man? Nou, van de band wel, maar dat, ik ben niet degene met de kaartjes. Oh, nee, laat maar joh.